Vandaag spelen wij Roblox A Dusty Trip. In deze game moet je je eigen auto maken en dan moet je proberen om zo ver mogelijk te rijden. En onderweg moet je je auto repairen, je moet jerrycans vinden, je kan wapens vinden, er zijn vijanden. Het is echt super awesome. Smash eventjes op die like. Elke like is 1 meter. Hoe ver kunnen wij komen? We zijn hier in de lobby van de game en... What? Hoezo zie ik hier een Lamborghini Urus? Weet je wat? Ik ga lekker met deze hele enthousiaste baconair spelen. Oh nee, wat? Nee, ze gaan al weg! Wacht op mij! Oh my god, nu zit ik in mijn eentje. Nee, dat wil ik niet. Dat is super sip. Wacht, ik ga wel bij jou. Haha, ik heb je plek ingepikt. Volgens mij zat hij hier net in. Oh, wat? Oh my god, die doet even echt rare ogen. Volgens mij is hij in slaap gevallen. Hem moeten we niet achter het stuur zetten in ieder geval. Oh my god! Michael Jackson, dit is insane. Ik ben ingespannen op zolder. Wat? Dus ben ik hier gespannen. Wow, yo, mijn escape. Tum, 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 tum. Yo, ik gebruik Michael Jackson als mijn escape tool. Wow, kijk hoeveel keus er is. En waar zijn mijn vrienden? Even serieus, waar zijn jullie? Oh. Hallo, zijn jullie versteend? Oh my god, hij lagt zo hard. Nee, dit gaat echt hels worden. Oh, blijkbaar weet hij wel hoe het allemaal werkt. Hier, hij plaatst er meteen een deur op. Oh, dan kunnen we deze dingen hier boven plaatsen voor bagage. Dus dan doen we zo. Oh, nee. Dat is niet helemaal wat ik wilde doen. Hij doet nu ook gewoon helemaal niks. Bro, doe wat. Weet je wat? Ik ga wel in mijn eentje spelen. Dat lijkt me een beter idee. Nou, daar zijn we weer. We doen het deurtje open. En is dit een spons? Oh my god, dit is insane. Dit is letterlijk een spons. Ik denk dat we maar gewoon met de standaard auto gaan. Want ja, die staat ook op de thumbnail van de game. En kunnen we hem dan schoonmaken? Nee, volgens mij niet. Oh, dat is zo jammer. Nou, als eerste moeten we dus eventjes wat deuren vinden. En dan moeten we denk ik even dit openmaken. Oh ja, kijk dit. Wat? Dit is zo cool. Oké, moeten we dit ding dan naar binnen duwen of zo? Ik zie hier wel al een wiel. Dus dat is hartstikke nice. Dan plaatsen we die zo erop. Nou, alle wielen zitten erop. Dan hebben we heel eventjes wat deuren nodig. Oh, maar deze zijn spiksplinternieuw. En die ga ik dan op zo'n rammelbak plaatsen. Dat is toch zonde, hè? Oeh, kijk. Secrets. Secrets. Oh ja, kijk, hier zijn nog twee deuren. En dit is zo cute. En is dat nou knoflook? Hallo? Oh my god! Nee, dat ziet er zo disturbing uit. Ga weg, nee! Ja, en dan moet ik dus nog heel eventjes een motorkap vinden. Maar die is er volgens mij niet. En dat is heel naar. En we hebben ook brood nodig. Oh, nee! Niet mijn fotolijstje! Oh my god, ja, dit was zo'n goede herinnering toen ik samen met Doge Minecraft speelde. En toen gingen we dood door een creeper, kan je het geloven? Het was insane. Kijk eens even aan, we hebben gewoon een auto met een trailer. Dit is zo sick. Halen we eventjes deze floorboard weg. En dan zijn we ready for adventure. We hebben een roestige auto met blauwe deuren. Wat een drip. Nou, we gaan er eventjes in zitten. Deur dicht. We hebben eten. We hebben een zaklamp. We hebben een extra band. Weet je wat? We zetten de motor aan. Oh, hij staat aan. Let's go. Oké, deur dicht. Handrem eraf. En dan gaan we. We kijken links en rechts. Ik neem aan dat ik naar rechts moet. Oh ja, want daar is het einde van de map. Oké, werkt alles? Aanhangers zitten nog aan. Wielen zitten er nog aan. Let's go. We hebben superveel fuel. Kilometer teller gaat omhoog. Dit is perfect. Wow, wat is dat? Ik dacht even dat dat een geest was of zo, maar dat is een steen. What? Dat is zo weird. Oh my god. Is dat een soort alien artifact of zo die op aarde is gekomen? Oké, ik ging een beetje van de weg af. Aanhangers zitten nog aan. Yo, we gaan die 10 kilometer binnen no time hitten. Dit is insane. Hallo? Is dit nacht? Ik zet de koplampen aan. Dit is best wel scary. Even serieus, dit is best wel scary. Heb ik ook geen ruitenwissers of zo? Oh! Jeetje, ik schrok me oprecht dood. Wat moet ik daartegen doen? Werkt alles nog? Oké, ik heb de koplampen maar uitgezet. Stop, stop. Hoe moet ik hier uitrijden? Wat moet ik doen? Ik weet oprecht niet wat ik moet doen. Oké, ik wil hier weg. Oh, wat is dit? Ik wil eigenlijk niet te veel remmen. Maar we gaan hier eventjes stilstaan. Misschien kunnen we hier schuilen, want dit is insane. Hoeveel HP... Oh my god. Weet je wat? We gaan even kijken. Trouwens, ik wil niet doodgaan. Snel naar binnen. Snel naar binnen. Snel naar binnen. Ah, nee, nee. Weg. Ineens is het mooi weer. Gelukkig. Hallo, meneer. Ik kom in vrede. Wow, wat is er met je vriend gebeurd, bro? Nee, hier hebben we dus echt helemaal niks aan. Motor aan, hartstikke idee. We gaan weer weg. Kijk, nu ben ik niet meer bang, want er is geen thunderstorm meer. Wow, wat gebeurt er? Waarom gaat mijn auto zo sloom? Ja, dat bliksem heeft volgens mij echt mijn auto gesloopt. Ik zie wat volgens mij, maar het is heel klein. Is dit een tankstation? Oh ja, dat is een pomp. Dat is een benzinepomp. Let's go. Thank god. Kijk dit, mijn tank is echt heel bijna leeg. Wow. Wat? Oh, maar dit is druk, man. Nee, dit is oneerlijk. Daar ligt een bel, volgens mij. Daar ligt een bel. Oké, ik ga eventjes eten. Dan ga ik daar heel snel heen rennen. En dan pak ik die bel. Oh, stop met schreeuwen. Stop met schreeuwen. Dat vind ik niet fijn. Meneer, wilt u even van mijn auto afgaan? Ik heb een cheese. Ik heb een cheese.
Ja, en hij heeft mijn ex ook gecheased. Verdorie, bro. Je hebt mijn ex gebukt. Bro, je hebt mijn ex gesloopt. Weet je wat? We rijden wel gewoon verder. We hebben echt amper fuel meer in de tank. En dan bedoel ik ook echt amper. Er brandt daar letterlijk een rood lampje. En dat was het volgens mij. Please. Please, ik heb een andere locatie nodig. Oh, kijk. Dit is insane. Ik kan mijn auto trekken met de bel. Oh my god. Nee, ik moet niet mezelf doodrijden. Kijk dit. Oh, wat? Nu is die los. Nee, nu wil ik juist dat die vast zit. Yeah. Nee, nu gaat het niet werken. Helaas. Dit is zo dom. Met die bel erbij. I don't even know why you... Ja, reset character, meneer developer. We gaan in ieder geval zitten. Deurtje dicht, motor aan, handrem eraf en here... Oh, wow. Ik ging eventjes langzamer. Ik wilde zeggen, here we go, maar toen ging ik ineens weer langzamer. Toen schrok ik. Maar als het goed is, werkt alles. De lampjes werken. Nu zijn we weer wel echt on the road again. Ik zie niks. Oh, daar misschien wel wat. Is dat een tankstation? Please, laat dat een tankstation zijn. Ik weet niet echt waar ik naar kijk. Oh, dat is een cactus. Dit is perfect. Kijk dit. Oh my god, dit zijn veel spullen. Oh, jullie kunnen niet naar buiten. Let's go. Oh my god, dit is zo'n OP plek. We gaan de tank helemaal volgooien. Let's go. We hebben een jackpot gehit. Eindelijk. Ik zie echt al 5 jerrycans of zo. Dit wordt de makkelijkste game ooit. Oh, hier zit water in. Ik ga me niet vertellen dat de motor nu niet start. Welke oen zit nou ook aan de andere kant van deze line? Dat ik gewoon een emergency resupply kan vragen. Bro, dit is al een emergency. Help me. Ja, het loopt eruit. Oh, crap. Ik had het niet door. Nu zijn we dus echt meer dan 7 liter verloren. Maar we kunnen in ieder geval gewoon weer rijden als het goed is. Dus we plaatsen de banden er weer op. Dan gaan we eventjes bijtanken. En dan gaan we hier gauw weg. Ik heb een gun. Ik heb een gun. Hé, hey, wat doe jij buiten? Oké, we moeten hem schieten. We moeten hem schieten. Oké, hij is dood. Oh, sorry, ik moest eventjes focussen. Ik moest uitvogelen hoe dit ding werkte. Kijk, je moet hem handmatig aimen. Oké, maar we hebben nu een gun. Dat is letterlijk insane. Yes, ik heb een skateboard. Oh. Zagen jullie dat? Ik denk kickflip. Dit is insane. Dit voelt zo flipping goed. En we gaan nu gewoon die 1000 meter halen. Met enige zekerheid dat we... de 2000 halen. Ik weet niet of het veel lastiger gaat worden. Of dat dit, zeg maar, het lastige is. Oh my god, dit is een grote locatie. Er zitten waarschijnlijk ook wel een hoop mutants. Maar we hebben nu ook wel een gun. Wat hebben we hier allemaal? Wat? Dat is zo'n sikke motor. Dat is zo'n sikke motor. Oké, die moet ik pakken. Ik schiet jou even dood. Oké, het is clear. Het is flipping clear. Dit is insane. Dit is in flipping... Ah! Ik schrok me dood! Ik weet niet waarom ik daar zorg van schrok, maar ik dacht van... Ik ben de hele tijd tegen domme mutants aan het vechten. Ineens is er een of andere super geavanceerde AI die mij gaat PvP en 90's gaat cranken of zo. Dat is echt niet fijn. We hebben bottle caps. Dat is heel fijn. Nog een gun! Nog een gun! Maar dat ding heeft dus wel mijn auto geraakt. Ik weet niet echt of mijn auto nog werkt. Misschien is dit al het einde zonder dat ik het door heb. Oh, jeetje man. Adrenaline door mijn lichaam. Dat is echt weird. Maar die motor, daarvoor ben ik hier. Even kijken wat er nog meer ligt. Niet veel. Wel toiletpapier. Daar kan ik tenminste mijn kont afvegen. Hoppa, die motor is van mij. Oh, nee, toch niet. Zit een tandwiel vast aan mijn motor. Maar we hebben dus nu wel echt een dikke V6 motor met water en olie. Oh nee, er zit water in. Was ik helemaal aan het juichen omdat ik een V6 had en daar hebben we dus echt helemaal niks aan. Ik heb nu wel 2 pistolen trouwens, dus we kunnen gewoon akimbo gaan schieten op mutants. Oké, daar is weer een nieuw gebouw. Dat is hartstikke nice. Ligt daar nou een AK-47? No flipping way. Nee, dit is too good to be true. Dit is too good to be true. Ik pak even mijn eigen gun. Meneer, ik ga nu deze AK meenemen. Als dat niet mag, schiet ik je neer. En je eendenvriend. No way, meneer. Oké, ik hoef die AK niet. Ik wil deze donut. These will be shot. Hoeveel is deze? 125. Oh! Ah! Stop maar. Ik ben dood hoor. Het hele ding is, ik was niet eens van plan om te stelen. Ik wilde even kijken van, yo, wat gaat deze man dan doen als ik wegren? Als ik achter hem... Stop met schieten. Oké, ik ga even naar de lobby. Hij heeft dus 2 dikke turrets voor zijn ingang staan. Wat ik wel van plan was om hem keihard neer te schieten.
Maar dan zat ik waarschijnlijk vast in de winkel, want die turrets die stonden dus buiten klaar. Hoe dan ook, zou het slecht geëindigd zijn, want ik had slechte intenties. Ik zie jullie bij de volgende video. Later!